11 Uur NOS Radio Nieuws. De Europese voetbalbond UEFA heeft gedreigd Amsterdam de finale van de Champions League te ontnemen. Aanleiding zijn de problemen rond het vervoer van de 10.000 supporters van Juventus en Real Madrid. Vanavond werd bekend dat Schiphol van minister Jortsma geen toestemming krijgt voor extra vluchten. De luchthaven is voor dit jaar gebonden aan een maximum van 380.000 vluchten en die zijn allemaal toegewezen. De UEFA wil van de KNVB een vervoersgarantie voor de Italiaanse en Spaanse voetbalfans. De finale van de Champions League is volgende week woensdag. De onderhandelingen over een nieuwe CAO bij de Nederlandse spoorwegen zijn vandaag niet doorgegaan. De NS weigert met de vakbonden te praten omdat de FSV dreigt met een landelijke staking volgende week donderdag. De bond wil dat de NS opheldering geeft over de plannen om deel van de werknemers in het noorden onder te brengen bij een regionale vervoersmaatschappij. Vanuit de hele wereld is negatief gereageerd op het bericht dat India vandaag drie ondergrondse kernproeven heeft genomen. Pakistan reageert het felst. Het land vindt dat er nu een wapenwetloop dreigt in de regio. Ook de Europese Unie, de Verenigde Naties en Amerika hebben de kernproeven veroordeeld. De Amerikaanse minister Albright praat woensdag met Israëlische premier Netanyahu over het vredesproces in het Midden-Oosten... Netanyahu wilde niet meedoen aan een vredesoverleg met de Palestijnse leider Arafat... ...dat vandaag in Washington zou worden gehouden. Na het gesprek met Netanyahu komt Albright naar Europa. Vrijdag is ze in Nederland en praat ze onder meer met premier Kok. De Oost-Europa-bank gaat Oekraïne geld lenen voor de kerncentrale in Tsjernobyl. Een van de reactoren moet een nieuwe betonnen beschermhuls krijgen. Het is de reactor die twaalf jaar geleden ontplofte... ...en voor de grootste kernramp uit de geschiedenis zorgde... De Oost-Europa-bank leent Oekraïne 245 miljoen gulden. Het weer. Morgen wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. In het binnenland plaatselijk 30 graden. In het noorden aan zee blijft het met 20 graden een stuk koeler. Tot zover het nieuws. Verkeersinformatie één melding. De A7 horen Zaanstad tussen Weidewormer en het knooppunt Zaandam. Langzaam rijdend ten stilstaand verkeer.